Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Hopelijk gaat alles goed met jullie. Met mij gaat het niet echt geweldig, maar daar wil ik het liever nu even niet over hebben. We gaan in deze video gewoon Minecraft TNT run spelen. Hey, er loopt hier ook iemand rond met een Chewbacca skin. En zien wie de betere Chewbacca zal zijn. Het is nu Pasen. Normaal zou ik rond deze periode ging ik op een soort van een weekendje weg op kamp naar de zee. Maar ja, door corona is dat weekendje afgelast. En misschien kan ik volgend jaar wel eens even meegaan. Er zijn eigenlijk best wel veel dingen die afgelast zijn in deze coronatijden. Ik ga ook heel misschien, dat is nog niet zeker, binnenkort ook beginnen met een podcast. En ja, lijkt me wel leuk om te doen. Alleen, het is nog niet zeker of dat wel door zal gaan. Dus misschien komt het eraan. Misschien ook niet. We zullen wel zien in de toekomst. Wat er wel over een paar weken aankomt is Rome Total War Remastered. En daar ben ik wel best wel blij om. Voor de mensen die het nog niet weten, Rome Total War is de allereerste game die ik ooit gespeeld heb. En ik heb daar best lang op gespeeld. Ik wou het ook al een paar keer doen op mijn kanaal. Alleen, deze game is al zo oud dat het al moeilijk is om op te nemen met OBS. Omdat het dan heel erg gaat lijken. Maar, ik heb de Rome Total War Remaster al gepreorderd. En zodra ik het spel kan spelen, ga ik het misschien ook wel op mijn kanaal doen. Want ja, ik neem aan dat het dan nu wel veel makkelijker gaat om op te nemen. En ik ben best wel blij dat de remaster komt. Het is eigenlijk best wel heel erg onverwacht. Ze hebben Rome Total War, een spel dat komt uit 2004. En nu hebben ze eindelijk de remasters gemaakt. Ze hebben een beetje de graphics een beetje beter gemaakt en zo. Ik hoop ook dat snel iedereen zich kan laten vaccineren tegen het coronavirus, want ja, ik vind, we zijn toch ook al een beetje allemaal bij deze coronatijden. En dat we zo snel mogelijk allemaal gevaccineerd zijn. En dat gaat ook nog wel een tijdje duren. En er was ook een ding, de laatste tijd zo'n ding. Van het sociale huis, of social house of zoiets. En dat was toch wel een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen. Toch wel mensen die dat een groot probleem vonden. Want veel mensen vonden dat niet kunnen. Dat social house bestaat, want dat is, social house is een groep TikTokkers volgens mij. En die dan samenleven in één huis. En dan gaan ze video's maken. En veel mensen vonden dat niet kunnen. Omdat het is niet zo handig om zoiets te organiseren in deze tijden. Het zijn lastige tijden, maar ja. Kijk het positief naar slechte tijden, komen er goede tijden. Dus laten we hopen op dat het in de toekomst vanaf nu steeds beter en beter gaat. Want nu gaat het met mij ook niet echt geweldig. Er was vandaag ook weer in het nieuws dat iemand uit het social house is gegaan. En dat is wel best wel een goede beslissing van haar, want ja. Ik denk dat als ik in huis zou zitten, denk dat ik toch voor geen één dag ga volhouden met die mensen. Ja, zeker met corona. Het is gewoon, zij kunnen allemaal plezier maken en zo. Terwijl wij gewoon andere studenten moeten leiden in deze tijden. Er zijn ook nu even wat minder video's. Het is eigenlijk ook omdat ik gewoon even nu ook moest studeren. Ik heb na de paasvakantie heb ik testen die ik moet doen en die wil ik toch wel, ik wil wel zorgen dat die testen goed verlopen, dus daarvoor moet ik goed studeren. Aan deze video ook nog even wat studeren, ja, is even wat minder leuk, maar het moet ook gedaan worden. Wat vandaag ook nog in het nieuws was, is dat prins Philip, of Philip van Griekenland en Denemarken, is eigenlijk de prins van Engeland, van Groot-Brittannië,
is overleden. En ja, hij is nog best wel oud geworden. Hij is net geen 100 jaar geworden. 99 jaar oud is hij geworden. Dus best wel oud. En ja. Ik heb ook de mensen worden ook steeds ouder en ouder. Ik had ooit ergens gelezen dat er al mensen bestaan die 200 jaar kunnen worden, maar zelf geloof ik daar eigenlijk nog niet echt of er al mensen zijn die 200 jaar oud kunnen worden. Dit was even gewoon een random praten tegen de kijkers video. Hopelijk vinden jullie dit soort video's leuk. Misschien kunnen jullie ook wel ideeën voor onderwerpen in de reacties achter te laten. Dan is het een beetje voor mij gemakkelijker om iets te hebben om over te praten. Ik wil jullie bedanken om te kijken naar deze video. En dan ja, zie ik jullie later weer terug bij een andere video terug zeker. Dus doei.